Vandaag gaan we met de heer Jiri Olthoff, inwoner van de gemeente Ommen, in gesprek over een aantal verkeerssituaties. Hij heeft contact met de gemeente Ommen over de duurte van verschillende verkeersprojecten. Onder andere hier het fietspad aan de Brink en de Rotbrink. Jiri, in de e-mail die je aan de gemeente Ommen hebt gestuurd, schrijf je over zinnige, nutteloze en waanzinnige verkeersprojecten. Wat is nou volgens jou nou zo'n waanzinnig verkeersproject? Is dat dit bijvoorbeeld? Het is zinloos hier. Er wordt op een gegeven moment wel aangegeven, ja, voor de gezondheid is het goed en de mensen komen met fiets hier. Kunnen ze naar Welkoop, kunnen ze naar Teenaks toe. Maar? Die komen hier niet met de fiets. Die mensen hebben andere ideeën. Er zal een enkeling komen, maar dat is een klein percentage. Hoi. Hoi. Hallo. Kijk, er gaat alweer een fietser. Ja, er gaat alweer een, ja. Ja. Maar je vindt het eigenlijk voor het bedrijventerrein te veel opgetuigd of zo? Nee, dat niet voor het bedrijventerrein. Ook nodig, denk ik, want de fietsers maken er geen gebruik van, dat is het punt. Heel sporadisch, heel weinig. Dus dan moet je niet. Dat is weggegooid geld, zeg ik. Verkwanselen van gemeenschapsgeld. Ja. Maar dan denk je van, nou ja goed, dat is een gedachte die je zelf hebt. Waar zou het allemaal aan besteed moeten worden? Heb je dan een idee van dat dan veel meer nodig is? Zinvolle projecten, maar verschillende projecten zijn afgelopen. Dat is te laat. Dat is miljoenen weggegooid. En dat duurt nou, dat kun je niet terughalen, dat lukt niet meer. Denk gewoon in Ommen Zuid en Zwolseweg. Oké. Okay. Jammer van het geld. Okay. Ja. De gemeente heel veel. De gemeentebestuur kan geld uitdelen. Het is toch hun geld niet. Nou, laten we het bij. Ja. Leo Bongers, we kregen afgelopen week van de heer Jiri Olthoff een e-mail waarin hij zijn onvrede over het gemeentelijk verkeersbeleid uit. Als oud-regisseur gaat hij nog geregeld op speurderspad. Zo staat hij op het fonkelnieuwe fietspad dat de fietsende werknemers veilig het industrieterrein de Rotbrink moet binnenleiden. Althans, zo zal de gemeente er tegenaan kijken. Zo niet de heer Jiri Olthoff. Hij vindt het grove geldverspillerij. Duurzame mobiliteit. Daar heeft hij nog steeds, na een paar keren vragen, geen antwoord van gekregen. Ja. Wat verstaat u nou onder, en de gemeente, onder duurzame mobiliteit? Nou, allereerst dank ik heer Olthoff voor zijn kritische meedenken. Daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Hij heeft heel veel kennis en ervaring in het verleden opgedaan. En die is zeker bruikbaar. Ik heb hem ook uitgenodigd voor een kop koffie op corona-afstand. Om met elkaar van gedachten te wisselen over de Rotbrink. Maar ook over andere onderwerpen. Dus zijn opmerkingen altijd heel erg welkom. Graag discussie. Ja, en als het gaat om duurzame mobiliteit, dat is iets wat de gemeente Ommen heeft gekozen in haar beleid, samen met de gemeente of met de provincie Overijssel. Wij willen inzetten op duurzaam transport en duurzaam vervoer. En een belangrijk middel daartoe is de inzet van de fiets. De fiets krijgt een steeds groter bereik door de elektrische fiets, de pedelec. En ook voor het woon-werkverkeer willen we heel graag de fiets inzetten. Nou, de Rotbrink is nieuw. Wordt helemaal opgeleverd. Het is nu de kans om het infrastructuur zo aan te leggen dat die ook veilig is en dat ook de ondernemingen, de bedrijven goed hun werk kunnen doen. Ja. Dus geen kruisingen van verkeer, van vrachtvervoer en fietsers. Ja. Maar het ziet er werkelijk prachtig uit. De heer Olthoff noemt het eigenlijk een geldverslindend object. Ja. Relateert hij aan andere situaties, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar wel, vooral voor fietsverkeer, voor de schoolfietsen en zo. Vaak nog te smalle fietspaden. Is dat niet in schril contrast? Want dat is nog niet een druk terrein. Over een paar jaar misschien dat het in zijn volheid klaar zal zijn, maar dan nog, in het weekend helemaal niks. Maar terwijl het fietsverkeer van de jeugd, schooljeugd, uit Deduusvaart, het Ommekanaal, uit Dalfsen, Oud-Leuzen, naar allemaal het Vechtercollege, dat laat wel te wensen over. Nou ja, nu hebben we de kans om het juist goed te doen. Om te voorkomen dat we over een paar jaar zeggen van hadden we het nu maar goed gedaan. En die kans hebben we genomen. Als het gaat om weekend en avonden, dan zien we dat daar ook een sportschool is. In januari opent daar een nieuwe welkooporganisatie. De verkoop op de Rotbrink gaan gelukkig voorspoedig. Dat betekent de bedrijvigheid neemt toe en we hopen ook dat daarmee de aantal fietsers toeneemt. Dus in dat opzicht denk ik dat er voldoende aanleiding is om het nu in één keer goed aan te pakken.
En als het gaat om de fietsers in algemeenheid, en zeker de schooljeugd, daar zijn we bezig met een integraal ontsluitingsstructuur, ook voor de fietsers. Kun je dat dus even in Jop en Janneke taal vertellen? Ja, terecht. Nou, Jop en Janneke taal betekent dat de belangrijkste fietsroutes, dat die gefaciliteerd moeten worden op een veilige manier. Daar is de jeugd zeker een belangrijke doelgroep bij. En dat zien we ook bijvoorbeeld bij de richting sporthal, de carousel, de vechthal. We proberen die locaties goed bereikbaar te hebben en ook te maken. En dat er nog een aantal fietspaden aangepakt moet worden, dat is evident. Want ook de normen voor fietspaden die nemen toe. Hè. De breedte moet meer zijn. Het aantal fietsgebruikers, gebruikers van fietsers is toegenomen. Dus er ligt nog wel heel veel op ons pad, dat klopt. Nou, wij gaan dat volgen in de toekomst. Graag voor de volgende keer gaan we verder. Dank u wel.